President Desi Bouterse voelt zich helemaal uitgerust en is gereed om aan de slag te gaan. Dit meldt het Nationaal Informatie-Instituut in een vandaag uitgegeven persbericht. Het instituut sprak de president en de vicepresident op het presidentieel paleis. Het staatshoofd heeft vandaag officieel zijn werkzaamheden hervat. Hij was ook aanwezig bij de DNA-vergadering vandaag. President Bouterse is vicepresident Ashwin Adin enorm dankbaar voor de goede job die de bewindsman de afgelopen periode heeft gedaan als waarnemend president. Er is onderling veel gecommuniceerd omdat het werk door moest gaan. President Bouterse zegt dat de regering doorgaat met het uitvoeren van de speerpunten van het beleid, zoals onderwijs, volksgezondheid en veiligheid. Allemaal heeft natuurlijk een kaartje. En we moeten ons nu buigen over de financiële situatie verder om het vast te houden. We kruipen langzaam uit het dal zoals dat gezegd is door de regering en door financiën. En het is een kwestie nu van de zaak verder blijven beheersen om te voorkomen dat het verder uit je handen glipt. Aan de inkomstenzijde moet er nog heel veel gedaan worden. Dus we weten dat er een vrij grote chaos is in een aantal gebieden waar we wel meer middelen zouden kunnen binnenhalen. Maar hier, we moeten goed met de douane gaan zitten. We moeten goed met belastingen gaan zitten. We moeten goed met bedrijfsleven gaan zitten. Er is veel werk aan de winkel en ik ken een beetje de klappen van de zweep. Het staatshoofd gaf verder aan dat de regering er alles aan doet op het stuk van educatie om grote investeringen te plegen. Zo haalde de president de bouw van de studentenfles aan, welke ruimte zal bieden aan ruim 1500 schoolgaanden. Onderwijs en universiteit, de beheersvorm zal heel erg belangrijk zijn. Maar het gaat erom om de faciliteiten en de ruimte te geven aan onze jongeren. Om beter gebruik te maken van de educatie waar ze recht op hebben voor de naaste toekomst van het land. Ik kan me nog zo herinneren als docent hoeveel studenten nou qua kosten behoefte hebben voor HBO, tenminste hoger onderwijs, en zeggen van dat zou een geweldige uitkomst zijn. Dus tegen dit idee, ik denk nu wat men ziet daar staan en hoe de president nou aangeeft dat het vooral de kinderen van ons in het achterland een geweldige uitkomst biedt om hier te zijn. Ik denk dat als ze daar zijn, is voor velen een zo'n opluchting. Dat alleen maar afwachten is wanneer we om dit signaal dat we intrek kunnen nemen. Dus het enige wat ik kan toevoegen is dat ik zelf als oud-docent, maar vooral voor het achterland waar ik toen als minister onderwijs ook voor gepleit heb, bijzonder blij ben met de voortgang. President Bouterse en daarvoor vicepresident Ashwin Adin in gesprek met de directeur van het Nationaal Informatie-Instituut. Het staatshoofd heeft vandaag zijn werkzaamheden hervat. Adin heeft voor een maand waargenomen als staatshoofd van ons land.